Er zijn verschillende manieren om anders met water om te gaan. Dit is een voorbeeld van een oplossing in het groot. Maar kun jij het ook in het klein? We hebben bijzonder veel inzendingen gehad. Ik geloof, nou, we hadden geschat 50, dacht ik. En we hebben er 150 gehad, dus dat is heel veel. 3 keer zoveel. Ik vond het vrij moeilijk om een keuze te maken. Zeker omdat de categorieën waren nogal verschillend. Kinderen hebben een hele andere oplossing bedacht dan volwassenen. En er zaten opvallend veel grote verschillen in de benadering. Sommige waren heel eenvoudig en spuwen. En sommige waren heel technisch en ver uitgewerkt. Dat was best lastig. We hebben gelet op de uitvoerbaarheid van dingen. Niet dat dat het enige reden was om wel of geen prijs toe te kennen. Maar wel van, is het mooi? Ziet het er vrij uit? Maar is het ook functioneel? Kun je er iets mee? Als het regent, dat water via het dakgoot in de waterspuwen loopt en daarna in de vijver komt. In deze vijver is als verwerkt als een mangrove. Hier komen nog allerlei bomen in te staan, zodat het echt uitziet als een mangrove. Wij zijn vanuit Burgers zo aangenaam verrast door het ontzettend leuke ontwerp wat ingediend is door de leerlingen. Heel goed uitgewerkt in een erg leuk rapport, wat leuk is om te lezen. Ze hebben het mooi aangekleed met leuke foto's van onder andere het ontwerp. Dus het sprak ons zeer aan. Nou, het is zo'n leuk ontwerp dat we heel serieus gaan overwegen of we het ontwerp kunnen toepassen op het park. Helaas zal het niet zijn op de plek die de studenten bedacht hebben. Maar het idee is zo leuk dat we aan het kijken zijn of we niet ergens op het park toch de waterspuwer kunnen realiseren.